Ik heb twee dingen die ik toch wel zelf heel bijzonder vind. Goedemorgen, het is donderdag. Ik kom net uit de douche. En ik vind het zo lastig om te kijken wat ik aandoe. Het is zulk slecht weer elke keer. Maar niet koud, maar wel nat. Ik weet het gewoon elke keer niet meer. Wat ga ik doen? Ik ga gewoon matchen met Sarah. Ze heeft een grijs rokje. Pak ik een grijze broek en een witte top. Ja. Nou, dit wordt het dan maar, want ik weet het dan dus ook niet meer. Aangekleed, mijn haar heb ik net gewassen. Dat had je al gezien, dus daarom zit het nog zo. Ik heb deze top aan van Maison & Scott. Broek van French Connection en mijn Guess Sneaker Wedges. En dan gaan we naar de auto. Is mijn moeder ophalen en daarna naar opa gezellig. Sarah is ook zo schattig aangekleed. Oh, mijn tas, mama. Je handtas. Oh, ga je die pakken? Oh. Nou, ik laat zo zien wat Sarah aan heeft. En dit heeft Sarah aan. De shirtje is van Zara. Rokje van de Mango. Laarsjes ook van de Zara. En de Michael Kors tas. Die moest natuurlijk mee. Ik heb nog nooit eerder zoiets gezien. Nee, hè? Nou, je bent gisteren in Avifauna geweest, schat. Oké, in Alphen aan de Rijn. Ja, geloof het wel. We zijn nou even terug van opa. We hebben mijn moeder ook al afgezet. En het was zo leuk met de papegaai in de Jumbo. Oh, die camera zit heel scheef, zie ik. We hebben snel wat boodschapjes gehad omdat we morgen weggaan. En dan heb ik echt geen tijd. En we hebben bij opa ook geholpen met een heleboel dingen uit te zoeken. Dus ik heb een heleboel ook meegenomen. We zijn weer thuis en ik heb lasagne in de oven staan. En Kitty is er ondertussen ook en die gaat met Sarah tekenen. Je hebt een tekendag vandaag. Vandaag ook met opa getekend. Ik heb zo'n honger. We waren een beetje laat in het verkeer. Sarah is nog een lekker puzzeltje aan het doen en die gaat daarna naar je... Bedje toe. Morgen wat leuks doen, hè? Ja. Ja. Ik vind het wel jammer dat ik naar bed moet. Ja, maar ja. Anders zou ik lekker met je kunnen spelen. Ja. Maar gelukkig spelen we genoeg. Ik vind sowieso dat je hem heel snel legt. Je bent net begonnen en je hebt hem al bijna af. En het is niet een hele makkelijke. Bijna af. Nog 1, 2, 3, 5. Wauw. Vandaag natuurlijk bij mijn opa geholpen om spullen uit te zoeken. En ik heb best wel veel dingetjes meegenomen. Ook dingen die ik voor mijn opa verder ga doen. Maar... ik heb twee dingen die ik toch wel zelf heel bijzonder vind. Ja, de een zelf is voor jullie natuurlijk helemaal niet bijzonder. Maar ik heb deze make-up spiegel. Dat is een hele oude. Maar die was van mijn oma. En toen ik voor het eerst ging make-uppen, was dat ook bij mijn oma. En dat was met deze spiegel. Dus voor mij is dit gewoon heel veel herinnering. Ja, en mijn opa die maakt zich toch niet op. Dus die heeft er niks aan. Maar ik wilde hem eigenlijk wel heel graag hebben. Zo heel erg leuk. En tegen de tijd dat Sarah dan die leeftijd krijgt, kan ik daar ook met haar weer gebruik van maken. Dus dat vind ik wel heel erg leuk. Dan gaat het toch al die jaren mee door de familie. Dus die is heel leuk. En ik heb deze. Even kijken. Die stond bij mijn opa en oma. Maar die was dan weer eigenlijk van de moeder van mijn opa. En dat is deze. Die, ja, het is een... ik weet niet eigenlijk hoe ik het echt moet noemen. Het is een doos, een kastje. Hij hoort eigenlijk op pootjes, maar die zijn al heel lang weg. Dus ik moet er even nieuwe pootjes voor vinden. Ik vind hem echt heel mooi en heel gaaf. Er zit spullen in, dus ik wil hem niet te ver wandelen. En wat heel erg leuk is... kijk, waar zit hij? Even opwinden.
je hem dan open doet, ik vind hem echt zo verschrikkelijk leuk en ik vind hem heel erg mooi. Er zitten nu nog wel oude inpakspulletjes van mijn oma in. Ik ga er wel iets anders in doen. Ik weet nog niet wat ik erin ga doen. Maar ik wil er wel iets in wat ik zelf dan ook weer mooi wil gaan bewaren. En dan krijgt hij gewoon een heel erg mooi plekje. Dus daar ben ik wel heel blij mee. En vooral, het ding is wel heel oud. En dat, ik hou sowieso altijd wel van dingen die oud zijn en waar een verhaal in zit. Dus ja, ik ben er heel blij mee. En heel verrassend, I've made some food. Ik ben echt een vreedzak. I know. Can't help myself. Oh, en dit is zo lekker. Ziet er toch lekker uit. Ik ben eigenlijk wel benieuwd. Eten jullie ook altijd zoveel 's avonds of valt dat wel mee? Ben ik gewoon de vreedzak of ben ik eigenlijk gewoon heel normaal? Ik denk eigenlijk het eerste, maar we shall see. De wonderen zijn echt, de wereld nog niet uit. Ik ga gewoon op tijd naar mijn bed. Echt bijzonder. Ik ben er klaar mee voor vandaag. Dus ik ga lekker slapen. Even laat een paar dingetjes opruimen en dan mijn bed in. Dus ik ben wel heel donker zo. Zo, dan heb ik iets meer licht. Bedankt voor het kijken en tot morgen.